wedstrijd onder leiding van Herman van Dijk. Voor het eerst dat hij een Amsterdam-cup-finale mag fluiten. Hoe fluit je als scheidsrechter een afscheidswedstrijd? Een beetje in de sfeer van de wedstrijd. Een beetje in de sfeer van zo'n dag. Hey, ik bedoel, kaarten moet je niet geven. Tenminste, dat probeer je niet. Je probeert een beetje soepel te zijn, een beetje vriendelijk onder elkaar. Het is ook een stukje weer terug kijken naar bepaalde dingen. Je komt heel veel spelers tegen die je vroeger op een andere manier tegenkwam, hè, in echte wedstrijden. Die spanning is er natuurlijk nu lang zo niet. Iedereen wil wel winnen, maar wel op een plezierige en normale manier. Ja, ik denk dat het een hele mooie avond kan worden, een mooie dag kan worden. En ja, in het bijzonder natuurlijk voor Zander, want daarvoor komen we hier. U bent in staat om de wedstrijd ook een beetje te beïnvloeden door bijvoorbeeld een strafschop tegen Sander Bosker te geven. Tegen Sander, ja. Ja, ik denk dat ik dan na afloop van de wedstrijd direct in de auto terug kan. Dus nee, ja goed, we zullen het zien. Ik kan nu moeilijk zeggen van hoe zo'n wedstrijd gaat verlopen, maar... Ja, we proberen nogmaals een hele leuke wedstrijd van te maken. Een hele sportieve wedstrijd. Maar het gaat maar om één ding. En dat is Sander. Gaat u voor de eerste of de tweede helft? Maakt het uit? Maakt mij niet uit. Ik, afgelopen zaterdag moesten wij met Heerenveen uit tegen Vitesse. Hadden we Nijhuis als scheidsrechter. Dus we hebben het er natuurlijk even over gehad. En we hebben het ook even echt zo van, wil jij de eerste helft en wil jij de eerste helft? Nou, daar zijn we samen niet over uit. Misschien dat Twente gaat bepalen, of de organisatie gaat bepalen welke helft we moeten fluiten. Ja, ik zie het wel. Tweede helft zou misschien voor mij wel het mooiste zijn, want dat is denk ik op een gegeven moment echt het afscheid van Sander. Maar ja, goed, wie ben ik? Ik beslis het niet. Ik laat het op me afkomen. En nogmaals, een tweede helft zou ik persoonlijk mooier vinden. Moeten scheidsrechters zich ook voorbereiden op zo'n wedstrijd? Ja, want ik kreeg een paar weken geleden een telefoontje van Sander met de vraag en de uitnodiging. En ik ben natuurlijk zeer vereerd en ik heb direct ja gezegd. Alleen ik heb ook tegen Sander gezegd, ik zeg, jij legt wel een bepaalde druk bij me neer. Want ja, het is 11 jaar geleden dat ik gestopt ben. En in tussentijden heb ik best wel wat wedstrijdjes links en rechts gefloten. Maar ik ben dus nu weer in training. Echt in training om te proberen om in elk geval die 3 kwartier zo goed mogelijk... uit te kunnen fluiten. En je hebt daar ook te maken met spelers die op dit moment nog spelen of kort geleden nog hebben gespeeld. Ja, die zijn conditioneel natuurlijk verder dan ik op dit moment ben. Dus ik wil eigenlijk toch proberen die 3 kwartier normaal en op een goede manier uit te kunnen fluiten. Dus dankzij Sander ben ik weer in training. 80 spelers komen af op de wedstrijd van Sander Bosker. Heeft u nou zelf ook nog spelers van FC Twente waarvan u denkt, oh, dat vind ik leuk als ik die dan weer zie? Nou ja, in elk geval de spelers van de bekerfinale. Ja, want dat, nogmaals, dat is een geweldige dag geweest voor Twente. Hè? Maar ook voor mij als scheidsrechter zijn. Is mijn hoogtepunt ook in mijn carrière geweest. En dus die jongens die toen daar op het veld stonden, hoop ik allemaal eens een keer tegen te kunnen komen. En dan gaat het allemaal weer over die bekerfinale.